Ineens was hij weg. De geluidswal die Zwaagdijk beschermt tegen de herrie. Tegen alle afspraken in. Een foutje. Maar door de ruzie tussen de provincie en Heijmans is er nog altijd geen oplossing. En daar zijn de inwoners van het dorpje de dupe van. We willen de dijk terug! Machteloze boosheid is dat. Want je kan er eigenlijk helemaal niks aan doen. Je kan protesteren wat je wil, maar er wordt niet naar je geluisterd. Nou, dat is echt heel vervelend. Mijn dochter slaapt zeg maar een beetje achteraan. En die heeft nu ook veel meer overlast met slapen, is vroeger wakker. Dus ja, iedereen heeft er last van. Om hun woede duidelijk te maken, begonnen de Zwaagdijkers vandaag maar aan hun eigen geluidswal. Bij Maria Weber in de tuin is goed te merken hoe nodig deze is. Het gaat om een constante deken van een enorm geraas en een soort wal van... Het is niet te omschrijven wat dat voor geluid is. Maar het beïnvloedt je leven dat je elke keer wakker wordt. Als je, dit, je weet dan, oké, het wordt weer ochtend, het gaat weer beginnen. Met hun arbeid hopen de inwoners dat hun frustratie zichtbaar wordt voor de ruziemakers Heijmans en de provincie. Ze zijn het namelijk helemaal zat. Hoeveel langer kan dit nog zo doorgaan? Niet langer. Geen week, geen dag. Geen uur.